De halve finale, hoe voel je? Wel een beetje zenuwachtig, nou nog niet echt. Het is nog niet echt begonnen, de sfeer is ook nog heel relaxed. Dus het gaat nu nog wel goed. Ja, want het is inderdaad nog niet begonnen. En wat doe jij zo al in die tijd? Want je moet best lang wachten. Ja, wij zitten een heleboel in het droogbad, heet dat. Het is gewoon zo'n schuimblokkenbad en er zit ook een trampoline bij. En dan kan je gewoon even goed stoom afblazen. En anders zijn we gewoon bezig met repetities. Ja, en dus ook nog een beetje oefenen in dat schuimbad, of niet? Nee, niet echt. Ik vind op het moment dat je de sprong echt gaat overtrainen, dan kan het ook weer fout zijn, zeg maar. Plus op het moment dat je op die 3 meter staat, heeft het toch een heel ander gevoel dan een schuimbad. En want naast jou zit trainster Oeshi. Oeshi, hoe ver is Ralf? Heel ver. Hij is echt een talentje. En ik ben echt heel blij om met hem te mogen trainen. Ik voel me echt geëerd. En wat hij vandaag gaat laten zien is sowieso van echte klasse. Wat een normale springer ook doet, dat gaat hij nu ook doen. En dat is buitengewoon, ik zou bijna zeggen. Ik begrijp een beetje dat je niet alles weg wil geven, maar even voor de internetkijkers. Wat gaat hij een beetje doen? Een tipje van de sluier. Hij gaat salto's doen. Dat wil ik zeggen. Ja. Salto's. En dat gaat helemaal goed komen? Ja. Je hebt een heleboel meer tegenstanders nu, hè, dan in de eerste show. Nee, absoluut. De concurrentie is moordend, is al een paar keer gezegd. Ja, hoewel, ik bedoel, ik zie het niet echt als hele zware concurrentie of zo. Voor mij is het meer gewoon gezellige medekandidaten. En ze zijn echt gewoon heel erg goed. En ik vind sowieso dat de sprongen beter zijn dan die van mij. Maar ik hoop dat ik in de finale iets heel cools mag laten zien. Maar dat gaan we zien. Dus die finale, daar denk je wel dat het erin zit als ik het zo hoor? Ik hoop het in ieder geval wel. Ja, ik weet niet of het echt zo zal zijn of niet. Ik hoop het als enige eigenlijk. Zet hem op. Dankjewel.